hoe kwam ik aan het programma? Wij vieren ons 40 jaar Lustrum. Dan denk ik, ik word oud, maar ik blijf jong. Ik bedoel, maar dat is net of het gisteren gebeurde dat we dat oprichten. Oké, 40 jaar. Dan is er maar één stuk wat je kunt spelen. En dat is de 40ste symfonie van Mozart. Dat kan niet anders. En nou was ik een paar jaar geleden, had ik al kennis gemaakt met die kameropera van Rimsky-Korsakov over Mozart en Salieri. Dezelfde script van Pushkin die dat verhaal verzint dat Salieri Mozart vergiftigd zou hebben. En dat is zijn eigen leven gaan leiden. En als je dan Mozart en Salieri van Rimsky-Korsakov, dan kun je nog maar één ding doen, namelijk beginnen met een Salieri-ouverture. Hetgeen gaat geschieden. Ik vind het een heel programma. Ik hoor het begin van het Requiem of ik hoor het begin van de Gran Partita, dan krijg ik een gelukzalig gevoel. Dat is niet te geloven. Dat krijg ik eigenlijk alleen bij dit soort stukken. En het leuke is, wij laten die opera vertalen in het Nederlands. En die tekst is nogal belangrijk, dus iedereen kan echt meeleven met wat daar gebeurt. Ik ben betrapt wat stom, ik heb iets voor jou. Ik ben betrapt wat stom, ik heb iets voor jou. Tieteltie, aan je gaat je helaas. En je zangt een oegelskiet. Helaas, jij bent te snel, de aap komt uit de mouw. Ik ben betrapt wat stom, ik heb iets voor jou. Maar ik ben heel blij dat ik de capaciteit heb om te doen wat ik nu doe. Dus ik zit niet in een conflict. Ik vind het fantastisch dat wij met de harmonie al 40 jaar, nou ja, die 40 jaar doe ik niet, doen, maar dat wij dus zelf stukken spelen. En dat ik daar leiding aan mag geven. En dat vind ik heerlijk. Dat enthousiasme, dat vind ik wel eens wonderlijk. Daar moet ik niet te veel over nadenken. Zodra ik voor dat orkest kom, krijg ik een flow. Wat ik merk is, bij muziek ben je heel erg bezig met reproduceren. Wat staat hier en hoe krijg ik het zo dat datgene wat hier staat, van die mensen wordt. Ja. Terwijl ik altijd bezig ben, welk gedeelte is nou van jezelf? En hoe krijgen we dat over het voetlicht? Ja. Ben ik in Mannheim met een hele moderne opera bezig. En eigenlijk heb je dezelfde discussies. Ja. Moeten we ons nou precies aan die partituur houden, of nee? Ja, ja. En mijn eerste impuls als opera-regisseur is in zekere zin, zeg van nou, laten we dat eerst maar eens proberen. Ja, juist, ja. Als je dat loslaat, kan alles. En dan kunnen we ook olifanten proberen te laten jongleren. Ik merk wel, het is toch jammer dat het maar twee keer gebeurt. Ja. Maar het is wel, ik merk nu ook wel, want ik heb dan wat contact met de zangers. En dat zijn toch redelijk van de bovenverte types. Ja. Met goede stemmen, overigens. Maar daar merk je ook van, god, dat is een interessant project. En dat is zeker ook omdat het niet helemaal van A tot Z scenisch gedaan wordt. Maar juist met een orkest op het podium. Ja, het kan echt een hele bijzondere productie worden. Ik heb daar ook ontzettend veel zin om aan te beginnen.